Je hebt je contract verlengd, hoe lang precies? 4 jaar. Dus tot en met 2024. Ja, ja. Waarom 4 jaar? Nou ja, ik denk dat ik... ik voel me gewoon goed hier. In mijn eigen stad, eigen club. Zo noem ik het dan even. Ik heb hier namelijk mijn hele leven gevoetbald eigenlijk. Dus ik voel me lekker hier en ik kan me 4 jaar hier doorontwikkelen. En misschien daarna naar een mooie club, wie weet. Ja, dat is 2024, dan ben je 22 jaar. Dan ben je nog steeds hartstikke jong. Ja, daarom dus. Dan gaan we kijken hoe ver ik ben en hopelijk kan ik dan naar een mooie club. Heb je ook nog zoiets van, ik wil dit bereikt hebben bij Groningen voordat ik een stap verder maak? Ik wil wel een prijsje pakken met FC Groningen. Dus als we de beker opnieuw zouden kunnen winnen, dat zou dat mooi zijn. Dat noem jij een prijsje? Ja, dat noem ik een prijsje. Ja, het is een hele grote prijs natuurlijk, maar ik zeg dan een prijsje, ja. Dat is wel ambitieus. Ja, zeker. Alleen ja, het is al eerder gebeurd, dus alles kan. Ik heb een beetje het gevoel dat je zeg maar, onder de supporters, hangt er een beetje zo'n rook van mysterie om jou heen. Want je hebt in de jeugd echt van allerlei doelpunten gemaakt, nummers die je kunt bijna niet bijhouden, zeg maar. Ja. Merk je dat ook, dat je een soort van mythische status hebt van ga ik het waarmaken? Ja, ik merk het wel. In de jeugd scoorde ik natuurlijk bijna elke wedstrijd. Dus dan moet je het eigenlijk ook waarmaken in het eerste. Dat heb ik nog niet echt gedaan, dus laten we hopen dat het snel komt. Ja, je hebt er nu al tijd voor om je goed voor te bereiden volgend seizoen. Ja, daarom. Dus laten we hopen dat ik volgend seizoen veel score. Ja, kunnen Groningers verwachten dat er iemand van FC Groningen de komende 4 jaar topscorer van de Eredivisie wordt? En dan heb ik het natuurlijk over jou. Oh, dat is een goede vraag, hè. Ik denk niet dat je dat kan verwachten, want het is natuurlijk logisch van een topclub iemand dat wordt, maar... Als iemand van een kleinere club wordt? Ja, dan wil ik dat wel worden, ja. Ja, maar ik doe mijn best en als het zo gaat zoals het vroeger is gegaan, dan moet het wel lukken. Ja, heb je iets speciaals nodig om je heen om jou tot scoren te laten komen? Ja. Dus even voor Mark-Jan, wat moet hij halen om jou te laten komen? Nou ja, als ik mijn steekpaasjes krijg, dan moet ik ze alleen nog erin leggen. Dus dat moet wel lukken, hè? Ja, zo simpel is het eigenlijk, hè? Nou, het is simpel gezegd, maar moeilijk gedaan. Oké, top. Dankjewel.